De belangenvereniging PEP uit Esch timmert flink aan de weg. Omroep Dommelland Nieuwsflits. Joris van Os uit S, voorzitter van PEP. Waar staat PEP voor? Ja, wij zijn van PEP, we zijn een dorpsberaad en wij willen de link tussen de gemeente Boksel en de burgers in de kern S willen we vertegenwoordigen. En we willen zorgen dat alles gestroomlijnd gaat. Dus de olie tussen de raderen, tussen de gemeente en het dorp. Waar staan de letters voor? Platform S Perspectief. Ah, en wanneer opgericht? 2017, 2018 zijn we opgericht. In de periode dat we van Haren naar Boksel zouden gaan. Om eigenlijk alle kernwaardes die we als kern, als dorpskern waarde toedichten. Om die te behouden en die ook in goed vertaald mee te nemen naar de gemeente Boksel. En we zijn nu dan 5-6 jaar verder. Werkt het? Ja, zeker. Ja, steeds beter. We hebben natuurlijk een leefbaarheidsplan geschreven een aantal jaren geleden. Dat leefbaarheidsplan hebben we meegenomen naar de gemeente Boksel. Kun je daar kort iets over vertellen? In het leefbaarheidsplan hebben we eigenlijk op 4 grote pijlers hebben we weergegeven wat voor ons belangrijk is. En een van die pijlers die begint nu weer boven te drijven natuurlijk. Omdat Boksel natuurlijk in de krant stond ook het bouwen in de Oksel. En als je vanuit het bouwen in de Oksel, dan hechten wij heel veel waarde aan een hele robuuste ecologische verbindingszone tussen onze dorpskern en de gemeente Boksel. Kun je dat in Jip en Janneke taal uitleggen, dat ik het ook begrijp? Ja, ja. Nou ja, als je nou hier over de Leunsdijk naar Boksel rijdt, dan rij je dadelijk eigenlijk een nieuwbouwwijk in op een gegeven moment. Halverwege de Essenbaan begin je al richting een nieuwbouwwijk te rijden. Tenminste, zo zou het kunnen zijn. En dan willen wij graag dat we als dorp, dat je dan eerst door een hele robuuste groene zone heen gaat. Een bosrijke groene zone heen gaat. Voordat je in dat nieuwe bebouwde stuk komt. Zodat we als dorp heel herkenbaar onze eigen identiteit blijven houden. Is er in die jaren ook al iets gerealiseerd dat je zegt van nou kijk, dat hebben we al bereikt? Ja, ja, zeker. We hebben diverse. Het leefbaarheidsplan vind ik het meest brede wat we hebben geproduceerd natuurlijk vanuit PEP. Maar er zijn ook bij er is een monument voor de Zwarte Zusters gekomen. Er is heel veel aandacht gegaan en energie vanuit PEP gegaan op de achtergrond naar het behoud van de legaten die er waren. Helaas hebben we daar hebben we dat niet kunnen bereiken wat we wilden. We konden niet die gelden nog aan de gemeenschap besteden, maar die zijn weg. Maar we hebben er wel heel veel energie in gestoken. We zijn verenigingen aan het verbinden. En binnen het dorp hebben we inmiddels een denktank van 70, 80 mensen die om ons heen meedenken van wat vinden we als S belangrijk. Kan ik het dan samenvatten met, wij als S moeten bij Boksel, maar we willen toch zorgen dat we onze eigen identiteit behouden. Zeg ik het dan? Jazeker, dat vinden wij heel belangrijk. En dat we ook duidelijk zijn naar Boksel wat onze kernwaarden daarin zijn. En hoe staat Boksel daar tegenover? Ja, heel erg meewerkend. Want we zoeken ook echt de verbinding. En we zoeken ook open communicatie met de gemeente. We zijn niet van het hak in het zand. We gaan niet tegen dingen in. We willen graag samenwerken. En de andere kant van de andere kant is dat ook? Jazeker, ja. Ja, wij merken vanuit de gemeente Boksel. We hebben gewoon periodieke overleggen met de wethouders. Als er wat is, dan kunnen we dat aankaarten. We merken nu dat we het heel erg nodig hebben om de Essenaren ook betrokken te houden. Want we willen geen besloten clubje zijn als PEP. We willen vanuit PEP, iedereen moet het gevoel hebben dat PEP zich hem of haar vertegenwoordigt, zeg maar. Dat vinden we belangrijk. Oké, okay, als ik hier op straat loop in Essen en ik klamp iemand aan en zeg, weet u wat PEP is? Dan zeggen ze allemaal, ja natuurlijk. Nou, nog niet voldoende, maar daar werken wij iedere dag wel een beetje aan, ja. Wat speelt er nu actueel? Waar ben je nu mee bezig? Nou, we staan in de school hier. En zoals de meeste mensen wel weten, is het schoolgebouw redelijk gedateerd. Ik was een van de eerste leergangen die hier in groep 1 zat. En ik ben 46 nu, dus het is ruim 40 jaar oud. En naar een vervanging toe. De planvorming daaromheen en alles wat dat betreft is een heel actueel project nu. De school, er zitten nu 130 leerlingen op. Vroeger zaten er ruim 300 leerlingen op. De gemeente die beoogt hem nu op een maximaal aantal leerlingen van 160. Maar ja, we hebben ook nieuwbouwplannen natuurlijk. En we willen ook wat uitbreiden om alle voorzieningen in het dorp sterk te houden. Dus wij zien wel mogelijkheid om 400 tot 600 inwoners erbij te kunnen krijgen in het dorp.
is de school dan met 160 leerlingen groot genoeg? Hoe ontwikkelt zich dat? Dat zijn voor ons wel vraagstukken die we op dit moment wel aankaarten, ook bij de gemeente. Ja, dus je wil eigenlijk een grotere school dan is gepland. Is het op deze locatie ook? Ja, hij is op deze locatie gepland. En de helft van het terrein zou dan woningbouw zijn, de andere helft zou dan school zijn. Dus je gaat heel erg terug in ruimte. Dus wij stellen wel de open vraag van, goh, hoe zijn die aantallen dan opgebouwd? Hoe gaat die ontwikkeling zijn? We kijken daar wel kritisch naar, want we willen natuurlijk ook voorkomen dat je een net iets te klein gebouw neerzet, wat heel multifunctioneel is, want dat is natuurlijk prima. Maar zodra er iets meer kinderen komen, dat je dan geen plek meer hebt. Ja, want dan creëren we ook een probleem voor de toekomst. Dus daar willen we wel heel erg voor waken. Hoe is de aanloop gegaan naar de gesprekken over de bouwplannen? Nou, in eerste instantie was heel veel onduidelijkheid. We hebben veel contact gehouden met de school. Maar uiteindelijk, we zijn van Haren naar Boksel gegaan en geld was er gewoon niet. Ook niet voor de school. En dat was natuurlijk een probleem. En daar zaten ze wel mee te worstelen. Toen hebben wij op een gegeven moment ook gezegd, joh, we hebben heel veel kennis en kunde in het dorp. Laat ons dan zelf het project oppakken. Dat willen we best doen. Is het dan, laten we het zelf doen? Of zeg je van, dan doen we het zelf wel? Nou ja, het hangt een beetje vanaf hoe zo'n proces loopt natuurlijk. En nu begint er schot in de zaak te komen. Maar als er nu nog geen schot was gekomen, dan ga je op een gegeven moment wel een keertje met de vuist op tafel. De vuist op tafel. Vuistje op tafeltje. Op tafeltje. Ja. Ja, zoiets inderdaad. Maar nu ziet alles voor de toekomst gewoon best wel rooskleurig uit. Samenwerking. Ja, nee, de samenwerking die gaat gewoon erg goed. Daar zijn wij heel erg blij mee, absoluut. En natuurlijk blijven altijd kritische noten naar elkaar toe. Maar dat mag best een keer schuren. Dat is niet erg. De belangengroep PEP, hoe werkt die nou precies? Ja, voorheen werkte we echt wat traditioneel. Dat we iedere maand een vergadering hadden. En we hadden vier geëikte werkgroepen. Koffie en cake. Ja, koffie en cake. En het was op zich, hadden we daar, werkte dat heel behoorlijk. Sinds ik het karretje mag gaan trekken, probeer ik het iets anders vorm te geven. Waarbij we wat afscheid nemen van die traditionele werkgroepen. Wel de belangengroep als kern, die vergadert nu iedere twee maanden. En we proberen meer essenaren nog erbij te krijgen, te betrekken. Maar dan op projectmatige basis, dat het een begin en een eind heeft. Dat iemand weet, oh, ik heb maar 6 vergaderingen of 5 vergaderingen. Dan is dat project tot het einde. En zo willen we meer roulatie erin krijgen, dat we nog wat dieper onze tengels in de essenbevolking verankeren. Dat vinden we gewoon belangrijk. Mooi. Nu zie je vaak in die vrijwilligersorganisaties dat het vooral ouderen zijn. Hoe zit het met de jeugd? Ja, dat ben ik met je eens. Bij ons is de gemiddelde, zeg maar, ik trek de gemiddelde leeftijd naar beneden en ik ben 46, dus dat is al niet goed, hè? Dus ja, graag. Als ik er een praatje voor mag houden, dan... Hier is de camera. Dan wil ik graag vragen dat er nog meer essenaren die jonger zijn dan ik, of gelijkaardig, bij PEP komen. Of zich in ieder geval bij de klankbordgroep aansluiten. Dat zou een fantastische resultaat zijn. We hopen op veel inzendingen, mailtjes, telefoontjes. Ja, precies. Waar kunnen ze terecht? bestuur@sperspectief.nl. Als je kijkt naar de plek waar we nou staan, dan zit het gebouw, kun je zo door midden splitsen. Ja. Zou aan deze kant zou woningbouw moeten komen en aan die kant zou een nieuwe school moeten komen. Dus daar zo staat een rij woningen gesitueerd. Ik zeg dan best wel klein. Ja goed, dat voor het gevoel wel. En uitbreidingsmogelijkheden, als je die nodig hebt, die zijn er, lijken er weinig te zijn in dit plan. Dus hoe ga je daarmee om? Hoe flexibel blijf je dan? Ik snap dat het leerlingaantal terugloopt, maar de kinderen hebben toch veel meer ruimte nodig dan 40 jaar geleden? Ja, lijkt mij ook. Dat ze die in ieder geval, om alles te snel op een kleine postzegel te zetten, dan zouden wij zonde van de ruimte die we hebben vinden. Dus er valt nog wel iets om te onderhandelen? Dat lijkt me wel. Ik zeg nog een halfje erbij. Een halfje erbij. Ben je dan tevreden? En dan kunnen we mooie starterswoningen bouwen in plaats van te luxe villa's, want die willen we ook niet. Nee. Is dat een beetje het doel, nog een halfje erbij? Dat zou best kunnen.